Waarover het gaat door. Het belangrijkste natuurlijk voor hem is dat hij fit, dat hij is nu fit aan het worden. Ja, het is bij ons echt heel simpel. Het is denk ik vooral een herhaling. Ja, het is gewoon trainen, bidden, goed eten en genieten. Ja. Gewoon de basis. Basis. Daar zijn we begonnen. Kijk, je slaagt sowieso. Snap je? Of het nou met voetbal is of niet met voetbal. Als jij in het deel goed bent, dan slaag je. Dat is voor ons het belangrijkste. Tuurlijk, we willen allemaal graag dat inshallah gaat voetballen, dat hij de top komt weer inshallah. En dat kan hij. Gaat ook gebeuren. Kan hij, weet niet, gaat inshallah gebeuren. Ja. Alleen, we moeten niet vergeten, weet je, de basis, weet je. Voor ons, wij vinden het belangrijker als mens dat hij goed is in zijn team. Ja, ja. Alles wat je doet is net iets te weinig. Als je iets doet voor je ouders, begrijp je? Dus je voelt het... Je voelt het licht ofzo. Ja, dat is het vooral. Ja man. Subhanallah, ja. Ja, ik merk ook dat het echt wat met je doet als je over je vader praat. Rahimallah, miskien. Ja, subhanallah. Ja, broeder, hij is gestorven met tawhid, broeder. Ja?